Twee topmerken uit de elektronica kiezen voor Servilux. Ze laten hun producten voortaan herstellen bij de marktleider uit Hasselt. Ja, dat mag ik wel heel fier zeggen dat wij bijvoorbeeld Bang & Olufsen als opdrachtgever erbij krijgen. En ook Dyson. En Dyson, heel gekend van de stofzuigers, maar die hebben ook handdrogers. En ook die handdrogers die servicen wij voor heel België. Daar doen wij bijvoorbeeld alle opdrachten van. En dat gaat van aan het callcenter tot en met de installatie of de service die aan de toestellen moet gebeuren. We kennen allemaal de handdroger die loshangt van de kraan. En Dyson heeft dat product eigenlijk in één gecombineerd. Dat wil zeggen, hier komt normaal de waterstraal uit. En als je gedaan hebt met je handen te wassen, dan ga je hier onderin je handen drogen. Ward Dumont dankt de nieuwe contracten aan zijn eigen medewerkers. Die maken het alle dagen waar, zodat de hoge verwachtingspatronen van de klant toch wel kunnen voldaan worden. Dag chef. Alles goed? Ja. Servilux heeft vestigingen in Hasselt, Gent en Zaventem en telt een 120-tal medewerkers. Herstellingen gebeuren binnen en buiten garantie bij Servilux zelf of thuis. Als onze medewerkers bij de klant zijn, zijn ze de ambassadeur van het merk. Heel belangrijk, ambassadeur van het merk wil zeggen dat je ook heel veel kennis hebt van het merk. En daarvoor zijn er heel wat gerelateerde opleidingen die wij ook voorzien aan de medewerkers. De interne bedrijfsopleidingen worden georganiseerd door Sintra. Technikers mogen dan vakkennis hebben, ze moeten ook over andere vaardigheden beschikken en volgen daarom een opleiding op maat. Deze opleiding is klantgericht communiceren en die hebben wij ook uitgebreid met de Balance at Work opleiding die ze kunnen volgen. Daarlangs zijn er ook nog andere interne opleidingen van Sintra georganiseerd hier, zoals Franstalige opleidingen voor onze medewerkers. Volgen ze ook opleiding koeltechniekers bijvoorbeeld. En dat is allemaal dankzij Sintra en de steun die we daar kunnen krijgen. Dumont ziet nog een mooie toekomst voor Servilux in de combinatie van service en duurzaamheid. Ja, we leven in een heel snelle maatschappij, dus er wordt meer en meer weggegooid. Nu, wij willen daar wel een duurzaam antwoord op geven en wij proberen altijd een tweede leven aan elk toestel te geven. Dus elk toestel met de snoer aan kunnen wij service voor bieden.